Welkom bij de derde aflevering in de reeks video over de evolutietheorie, waarin we kijken en argumenten bespreken die gaan over de onwaarschijnlijkheid van de evolutietheorie. In de vorige twee afleveringen hebben we gekeken naar de eerste drie argumenten. De eerste ging over de complexiteit van de cel, de tweede over mutaties en de derde over overgangsvormen. Vandaag in de laatste aflevering gaan we kijken naar de laatste twee argumenten tegen de waarschijnlijkheid van de evolutietheorie. Een veel voorkomend argument dat gebruikt wordt voor de evolutietheorie is de waarneming van fossielen. Fossielen zijn namelijk de resten en sporen van oude dieren en planten. In de vorige aflevering heb ik aangegeven dat er fossielen zijn gevonden van hetzelfde dier die net anders zijn, waarna wetenschappers hebben aangenomen dat het bewijs is voor macro-evolutie. Echter, wanneer we kijken naar deze fossielen, komen twee problemen naar boven die deze theorie onwaarschijnlijk maken. De eerste is dat de gevonden fossielen geen ontwikkeling laten zien in één bepaalde richting toen ze op aarde leefden. De ontwikkelingen die er zijn, waren beperkt en zonder richting. De fossielen waren identiek toen ze leefden en toen ze stierven. Het tweede probleem is dat de gevonden fossielen compleet en volmaakt zijn. Hoe kunnen we dan aannemen en spreken van aanpassingen? Fossielen zijn dus geen bewijs voor evolutie. Het zijn slechts aannames en interpretaties. Het laatste en een ander veel voorkomend argument voor de evolutietheorie is dat de DNA van apen identiek is als die van de mens. Het klopt dat de DNA van een mens en een aap 96% overeenkomt. Maar ook het DNA van een muis en een mens komt 90% overeen. Dit komt doordat de complexe manieren waarin cellen genetische informatie gebruiken, er kleine genetische verschillen zijn die grote functionele verschillen produceren. Aanhangers van de evolutietheorie gebruiken de DNA-gelijkheid als bewijs voor een gemeenschappelijke voorganger, maar DNA-gelijkheid is juist meer bewijs voor een gemeenschappelijke ontwerper. Als we kijken naar twee identieke voorbereidende maaltijden, zullen we ook eerder zeggen dat het bewijs is voor dat dezelfde koks heeft gemaakt, dan dat de ene maaltijd een voorganger is van de andere maaltijd. Maar dat is ook zo met een auto. Als je kijkt naar een auto, ga je ook niet zeggen van, hey, evolutie, deze auto heeft zich ontwikkeld. Nee, je gaat juist denken of onderstellen, hey, er moet een ontwerper zijn geweest die deze auto heeft gemaakt. Tot slot wil ik met een paar overdenkingen eindigen. Ten eerste terugkomend op de vraag die ik aan het begin van de eerste aflevering heb gesteld, namelijk kunnen wij als christenen geloven in de evolutietheorie en de scheppingsverhaal van de Bijbel? Het antwoord hierop is wellicht. Een alternatief argument is namelijk dat evolutie niet compleet toevallig en random is gebeurd, maar wordt aangestuurd door natuurlijke wetten. En deze natuurlijke wetten zullen dan afkomstig zijn of moeten zijn van God. In dit geval zouden deze twee theorieën wel samen kunnen gaan. De theorie van de schepping en de theorie van de evolutie. Maar echter, gekeken naar de argumenten en hoe evolutie over het algemeen wordt beschreven, lijkt het mij meer waarschijnlijk dat God het leven op aarde in één keer heeft gecreëerd dan zoals hoe de evolutietheorie-aanhangers dat beschrijven. Ten tweede, een ander probleem met de evolutietheorie is dat ook al is het waar, kan het ons geen antwoord geven om moraliteit, de leer van goed en slecht. Want als wij slechts met toeval zijn ontstaan, hebben wij dus ook eigenlijk geen betekenis. En heeft het leven geen betekenis? Heeft het leven ook geen doel? Want alles is willekeurig. Het is niet met een bepaalde doel ontstaan. Met andere woorden, zonder absolute standaard van goed en slecht, hoe we die daaraan kunnen meten, hoe bepalen we dan wat juist gedrag is en wat niet? Wat rechtvaardig is en wat niet? Dankzij al deze gepresenteerde argumenten lijkt de evolutietheorie naar mijn mening heel erg onwaarschijnlijk. En niet alleen dat, het lijkt zelfs een beetje op religie. Dat al het leven toevallig zo is ontstaan, en zolang je ver genoeg teruggaat in de tijd, ja, maar dat klinkt eigenlijk voor mij ook als een religie om daarin te geloven. Dus het feit dat hun theorie zelf ook op een religie lijkt, wat maakt hun religie dan beter dan die van ons? Juist aan de hand van het bewijs, juist aan het wetenschappelijke bewijs, kunnen we juist eerder veronderstellen dat de scheppingstheorie eerder waar is dan de evolutietheorie. Tevens
is de evolutietheorie een religie van de dood. Want in deze theorie overwint de dood. Dankzij de dood zijn er namelijk mensen ontstaan. Bij onze christelijke religie is het andersom. Door de mens is zonde gekomen en door de zonde de dood. Zoals onze leraar Paulus in 1 Korintiërs 15, 21 en 22 heeft geschreven. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dankjewel voor het kijken. In de volgende aflevering ga ik antwoord geven op veelgestelde vragen over het bestaan van God. Als je zelf dus deze vraag hebt, laat ze hieronder in de comments. En dan zie ik jou de volgende keer. Dankjewel.